Ontslagaanvraag van Achaiwa Singh wordt eerst bestudeerd. SLM boos over lekken van vertrouwelijke contracten. En Suriname gaat ook Heineken bier brouwen. Goeiedag, dit is Regio Nieuws TV Suriname van 18 augustus 2022. Het nieuws voor 1 miljoen Surinamers. President Chan Santokki bevestigde gisteren dat minister Armand Achaiwa Singh schriftelijk ontslag heeft gevraagd. Santokki zegt dat Achaiwa Singh al eerder aangegeven heeft dat hij vanwege persoonlijke redenen zijn portefeuille beschikbaar wenste te stellen. Santokki heeft ook nog geen besluit genomen over de ontslagaanvraag. Hij wil eerst de situatie die door deze aanvraag is ontstaan grondig bestuderen. Achaiwa Singh wilde al kort na de moord 2 maanden geleden op zijn kleinzoon vertrekken. Maar bronnen van het dagblad De Ware Tijd zeggen dat de gestrande gesprekken met het IMF en de gesprongen onderhandelingen met de obligatiehouders in Oppenheimer de doorslag hebben gegeven. Financiën Planning, het ministerie waar Achaiwa Singh leiding aan geeft, kwam de afgelopen 2 jaar veelvuldig in opspraak. De laatste affaire betrof een fraudezaak die mogelijk werd vanwege opmerkelijk slechte controle, waarbij financiën en de centrale bank beschuldigend naar elkaar wezen. Het IMF keurde de wijze waarop de regering uitvoering gaf aan het afgesproken herstelprogramma af. De tweede uitbetaling van de IMF-lening werd aangehouden omdat de invoering van de BTW niet lukte. Nu blijkt ook de derde tranche in gevaar te zijn. Dat komt allemaal bovenop de vele schandalen, zoals de oprichting van Surfin, een financieringsmaatschappij waar het IMF mee om de tuin geleid moest worden, en het voornemen om in het diepste geheim $2 miljard te lenen bij een onbekend Italiaans bouwbedrijf, zonder dat het parlement hiervan op de hoogte was. De SLM is boos, omdat geheime contracten met het advocatenkantoor Bisseseur Legal BV zijn gelekt. Bovendien is er niets mis met de bijna $1,5 miljoen die aan externe deskundigen wordt betaald voor de reorganisatie van de bijna failliete luchtvaartmaatschappij, zegt de vliegtuigmaatschappij. Leo Brunswijk, commissaris bij de SLM, onthulde dat het kantoor van Prenobe Bisseseur was ingehuurd voor het opstellen en uitvoeren van een reorganisatieplan. Daarvoor ontving Bisseseur tot nu toe reeds €126.000 en daar wist de raad van commissarissen niets van af, zei Brunswijk. De jurist is echter adviseur van president Santokki en zit in het crisismanagementteam dat is aangesteld om de SLM uit het financiële moeras te trekken. Als zodanig regelt hij dus voor zichzelf een forse bijverdienste. Belangenverstrengeling vindt ook regeringspartij NPS, die in een verklaring afstand neemt van wat zij noemde toenemende corruptie rond de regering. Wat de SLM-top betreft is er met al die betalingen niets mis. Het bedrijf gaat zeer verantwoord en zorgvuldig om met beschikbare middelen, staat in een verklaring. En goed nieuws voor de liefhebbers van heerlijk helder gerstenat. De Surinaamse brouwerij, producent van de beroemde Pardo Jogo, gaat nu ook Heineken bier brouwen. Voorlopig alleen in blikjes van 33 en 50 centiliter, maar vanaf midden november ook in de bekende groene flessen van 25 en 60 centiliter. Voor de Surinaamse markt betekent dit een prijsverlaging van ruim 5% op de winkelprijzen die liggen tussen de 27,5 en 60 SRD. De Surinaamse brouwerij werd opgericht door 2 Zeeuwse broers en werd in 1955 geopend door zijn koninklijke hoogheid Prins Bernhard. De brouwerij is sedert 1968 in handen van Heineken NV. De Surinaamse brouwerij haalde volgens het laatste jaarverslag in 2020 een bedrijfsresultaat van €217 miljoen SRD. Dat is 73% meer dan het jaar daarvoor. Daar bleef, na verwerking van valutakoersverliezen, herwaardering van leningen en bankschulden en na belastingen van over, een nettoverlies van €11,4 miljoen SRD. Tot zover Regio Nieuws TV Suriname. Wilt u dagelijks op de hoogte blijven? Download dan onze app regionieuws.tv. En heeft u nieuws te melden? Stuur uw berichten naar suriname@regionieuws.tv. En kijkt u via YouTube? Vergeet u dan niet te abonneren.
Dank voor uw aandacht en blijf vooral gezond.